Maar we hebben een bijzonder leuke avond. Ja! Ja, dat vind ik uit! Ja, wij ook! Ik heb wel een show! Frans Zuckerberg? Frans Zuckerberg? Afgekeurde automonteur? Laat jij de volgende keer lekker thuis, ja? Oh, dat is lekker in de ton. Dat kan je lekker aan de vriend. Ik doe volgend jaar mee, 100% zeker. Dan moet je hier vooral komen zitten aan je leven. Moet je hier op de eerste stoel komen zitten? Nee, hoor je nou, het is inmiddels 9:45. Ton Hendricks uit Geelze. Ton is al 25 jaar bezig met sauwelen. En volgens zijn vrouw al veel langer. Wees, zeg ik nog wel eens tegen meneer. Hoe lang zijn we nou getrouwd? Dan zegt ze 21 jaar. Ze nou, toch, ik ben eens al 30. Het lijkt al een verleiding, dat is ook zo. Maar hij gaat sinds 6 jaar vreemd en overal toppraten. Van Unicoten tot Zwolle. Nou, dat is een heel lang rij. 65 kilometer. Dat is wat voor een oude business, zo goed een toppraten. Ja, ik heb 1 broer en 1 zuster, hè. En dat heb ik uit jou meer gevonden. Ja, want mijn zuster heeft 2 broers, hè? Ja. 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 Maar met mij gaat het eigenlijk ook niet zo goed. Want ze zeggen, hè, dat als je doodgaat, dat je dan sterf wordt, hè? Ja. En dan ben ik vanavond al een klein stukje doodgegaan. Je weet alles, vrouw maar niet bij al, want ik leek al een opgenoten mee. Goeie jongen, jongen. Ja, ik moest er bij de dokter zijn vermerken, hij zei, Toontje, zei de broek uit, zei hij. Ik heb mijn broek uit, weet van, hoho, zei hij. Ga je het wel een heel rode champagne op, zei hij. Dat is niet goed, hè. Wat doet hij s'avonds zoal? Ik zeg, s'avonds, dan kijk ik pornofilms en dan vreet ik paprika chips. Ja. Maar je moet eens luisteren. Ik ben vreemd geweest. Weet je dat is vreemd gegaan? Weet je dat? Dat is mijn goede benen het keer in bed samen. Dat is vreemd gegaan. Ja. En ik had me toch een Sidonia uitgezocht hier in de kluller. Dat was een beetje schemerig, had je niet goed gezien, hè? Nou, en ik kwam met een vrouw tot al de slaapkamer in, weet je wel. En zij voert een bril op het nachtkastje, doet een gebit uit, weet je wel. Holt een hulde plamuur van het gezicht af, doet een contactlens uit, weet je wel. Nou, en het. Mijn benen eraf niet. Zo eerlijk was het niet. Nee, maar het was wel erg. Nou, en ik duik met een vrouwtje daar de bed in, hè. Lig ik net met mijn kop tussen 2 van die siliconen vellies. Ik kijk naar beneden. Het bleek dat ze nog een tupperware door zat op. Was, hè? We zaten hier bij de toast te eten. Komt kastlijn met wel van mevrouw, wat wilt u eten? Nou zei ze, doe mij maar een fles champagne. En geef een stoortje maar een glas water. Zeg nou, dankjewel, hè. En wat wilt u eten? Nou, zei ze vrouw, doe mij maar een kogelbiefstuk. En weet ik het allemaal, een hulle lap, een liter, die weet wel. Nou, die wordt wel zo. Nou, en geef een stoortje maar 2 blaadjes slaai. En we rauwe worteltjes. Maar toen zei Gabi van het oog, zei tegen een vrouw, Toontje is zeker op dieet, hè. Om de 9 juni, zei de vrouw, als je overal gaat denken aan het knijt, zou je een vrienden aan het knijt. Maar ik moest eigenlijk altijd zeggen, psychiater, hè? Ja. Nou, ik kom dan die wachtkamer binnen,
Wie denkt dat dit al binnengevlogen komt? De hardlop ding van Koeman. Die kennen we al, hè, die hardlopster, hè? Ja, die kwam al binnen met de wel, die trekt de neus zo eens op. Ze zegt, steekt die naar wat de vis hij zit. Ik zeg, dan moet ik niet zo hard lopen. En die zanger met een splitje, die was er ook. Rob de Nijs, ja, die was er ook, ja. Want ik zeg nog tegen Rob de Nijs, ik zeg, het is goed dat je niet getrouwd bent met die van Koeman. Hoezo dan, zegt hij? Ik zeg, weet je wat ik dan zou heten? Nee, zegt hij, ik zeg, Rob de Nijs, Koeman. Ja, en Ankie van Gunsven, die kent ook wel, hè? Die peertrijdje die had op de Olympische Spelen, hè? Had ze wel 95 gouden medailles gewonnen, hè? Zij. Ja, en die zat toch te janken daar binnen? Ik zeg maar, Ankie, ik zeg, waarom liggen ze te nou toch zo te janken, weet je wel? Ja, zegt ze, ze willen mijn Per Bullfire af gaan maken. Ik zeg, jouw Per Bullfire af gaan maken? Ik zeg, hoezo dan? Nou, Michael Reiziger moest een namelijk een bid hebben! Maar ik moest bij die psychiater naar binnen komen, weet je wel, en hij zei, Tontje, zegt die lachers. Ik zeg, hij zei, wat heb jij toch mooie tanden, zegt die, zijn die van je eigen? Ik zeg, ja, want ik heb toevallig van mij mijn lessen te merken op. Ja. Hij zei, Tontje, zegt die, hoe is het bij de seks? Ik zeg, oh, hopeloos. Ik maak wel eens vrouw en maakt niet meer over seks praat. Jij praat nergens anders over dat over seks is. Vrouw is mij echt zelf slaan. Praat eens een keer ergens anders over. Praat eens het net al een keer over het weer of zo. Wanneer doet het weer? Juist, ja. Ik zeg niet wanneer doet het weer. Ja. Yeah. Bent u getrouwd voor die psychiater? Ik zeg ja, twee keer. Mijn eerste vrouw die is weggelopen. Maar mijn tweede die is gebleven. Dat is Mina. Je kletst, hè, was mij even de zaal geslapen. Eerst de deur, heb ik er nog niet tussen komen, hè. Want les wou ik ze de kus geven, precies midden onder de mond, hè. Brachten ze aan de zijkant gewoon verder. Muts. Ja. En wat ook al zeg ik? Zuinig dat die is, hè? Zuinig dat die is, hè? Dat wilde niet weten, hè? Die presterend aat aan jij om een stuk mond over te houden aan het eind van de geld. Ja, dan moet je dat denken, hè? En dan komt ze van dat geld dat ze niet heen, komt ze dingen die ze niet nodig heeft om mensen de loef aan te steken die ze niet mogen. Van de week zei ze tegen mij, weet wel wat toch, zei ze. Ik heb toch zo ver gedroomd vandaag, zei ze. Ik heb vandaag gedroomd dat ik huldenaar ben wist te dansen, zei ze. Ik zeg, god, dat is leuk voor jou, want dat is geer, hè, Dazer, hè. Zeg, nou, ik heb gedroomd dat ik huldenaar heb liggen te rammelen, weet je wel, hè. Oh, zei ze, maar toch wel mijn men, hè. Ik zeg, nee, want ga je wel dansen. Maar wat doe jij voor de kost, vroeg je hem? Psychiater! Ik zeg, ik richt honden af. En dan wacht voor mijn eigen net een heel aparte hond afgericht, hè? De Duitse herder. Maar dat was niet zo goed bevallen. Ik zeg tegen die hond, dat is boeg. Boeg! Die hond, hè? Binnen twee stellen, hè? Was niks van de boek over. Ik zeg tegen die hond, dat is bank. Woehoe, zei die hond. Binnen 5 minuten hulde baak afladen. En toen kwam zijn vrouw goed lopen. Ze zei, dat is kloot, hè. Ja.
Ja, dat is echt groot hoor. Nee, zei ze, ik wil een lamerhondje, zei ze. Ik wil een chihuahua. Je kent hem wel, hè? Ze hebben die kleine rotbandjes met die maar hier en daar zo'n punt mee hoor. Maar ja, die haren die bleven maar groeien, hè. Dus ik moet van mijn vrouw naar de drogist om op haar eens krijgen te gaan halen, hè. Ik zeg tegen die drogist, hoe werkt hè? Nou, zei hij, dat doet onderwerp, zei hij. En dan blijft er 2 uur zo staan. Ik zeg, ja, maar het is die verwend. Het is van mijn vrouw de chihuahua. Dan maak ze weg die fietsen, zei hij. Ja, ik kan nog een paar doen. Hoe gaat het met schoonmoeder, vroeger? Ja, ik zeg, houd het toch over op, joh. Ik zeg, ik vind dat zo'n portret, hè. Het is net dat ik in de lijst al zit, ik zou ze zo tegen de muur raken. Muts. Ja. Iedere dag staat ze, hè. Ja, net kraan. Ja, van de week stond ze ook al de deur weer te wachten. En regende dat hé? Ik zeg, meest ziet dat ik geen ruisklap van de zee dat wordt. Dus. Gisteren op de krant lees ik ook, hè? Met de WWF zee. Wie is er nou dood? Gij of jouw broer? Ik zeg, nou dat moet ik zeggen, want ik heb mijn broer, die is het nog gezien. Ja. En dan is er van die stomme gezegdes weer te wachten van, als het regent in september. Valt kerstmis in december. Ja. En ik was ook nog aan de zon. Simpel. En zoiets van vlieters, fladder, fladder, 2 tieten op de ladder, een appel en een peer, wat is het nog weer een kleer weer? Stom meisje. Van de week stond ze bij de boerenbond op een bezemsteel. Toen vroeg die verkoopster, moet ik hem inpakken of vlieg er op weg? Jongen. En dan heeft ze nog stofwisselingsziekte. Heeft ze ook stofwisselingsziekte? Ja, maar ze doet niks anders dan kleren kopen. Ik zeg tegen die trut, ik zeg, weet je wat je moet doen? Je moet iets kopen waarbij je gezicht past. De plooirok of zo. Ja, je kunt de schoolmoeder uit afzitten zeiken, maar je kunt ook iets positiefs zeggen over de schoolmoeder. Ik zal één positief ding zeggen, weet je wel. Van de zomer was schoolmoeder, was ze met kerstplukken, was ze uit de kerstboom gevallen. Dat was hartstikke erg. Ze had alles gebroken, is een half jaar in het ziekenhuis gelegen. En dan hebben we de afgelopen dagen, 2 dagen, eigenlijk al in de vis gehad, was ze weer gehuldigd in het Guinnessboek of Records. Ze werd gehuldigd in het Guinnessboek van Records. Weet je waarom? Ja. Dat was nog nooit een praat met de kerstboom gemaakt. Mijn nicht reed op een ventweg. Dat was een raar gezicht. Maar op het einde van die ventweg reed die ventweg op mijn nicht.